Macht in de wereld. Doen we het alleen, doen we het met z'n allen, zijn we solidair. De Evert Vermeer Stichting, en die is verbonden met de Partij van de Arbeid, organiseert op 17 april een conferentie over Afrika en de macht in de wereld. Annemarie Hoogland, waarom doet de Evert Vermeer Stichting dat? Omdat wij vinden dat er nog veel veranderd moet worden ten aanzien van Afrika. De armste landen in de wereld liggen in Afrika en wij willen steun voor deze landen. Wat is het verband tussen de Evert Vermeer Stichting en de PvdA? Wij organiseren onze lobby binnen de sociaal-democratische beweging in Nederland en Europa. Dus wij hebben zoveel mogelijk contact onder andere met de Partij van de Arbeid. Maar ook met andere linkse partijen in Nederland. Afrika is wel niet zo vreselijk dicht bevolkt, maar het is heel groot. Je hebt Zuid-Afrika en je hebt mensen in het noorden, Soedan. Wat is de focus van de conferentie? De focus is de macht tot verandering en wij gaan in discussie met generaal Touré, de voormalig president van Mali. Maar ook is onze gast Amadou Oultabdallah, die executive secretary is van de Global Coalition for Africa. En dat is een hele grote organisatie in Washington die als een soort van grote draagvlak machine werkt in de hele wereld om voor Afrika de dingen beter voor elkaar te krijgen. Nou zijn er heel vaak conferenties over dit soort onderwerpen en dan komen er mensen uit de hele wereld in Amsterdam en zitten in een hotel. Dit is een conferentie waarbij je mensen uitnodigt om zelf mee te komen doen, hè? Ja, wij hebben een programma met een aantal discussies voor onze hoofdgasten en ook een speech. Mevrouw Herfkens, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, is dagvoorzitter die dag. Ook zij zal een aantal discussies gaan doen. Maar we hebben ook een heel groot programma met debatten, ronde tafels, een cultureel programma. En daar kunnen alle mensen aan deelnemen die op de conferentie komen. Het zijn parallele sessies waarin je je eigen verhaal op je eigen thema kunt bijwonen. Er zijn vast een heleboel mensen in Nederland die zich dan afvragen, gaat zo'n conferentie in het Engels, want het gaat over het Afrika, of hoe doen we dat? Nou, zoals jullie weten, generaal Touré die spreekt Frans, dus we hebben een tolk. Oultabdallah die spreekt Engels, ook daarvoor wordt getolkt, maar het Nederlands publiek zal toch ook in ieder geval het Engelstalige gedeelte zo kunnen volgen. Dus er wordt gewoon getolkt. Okay. Hoop je dat er veel mensen met een Afrikaanse achtergrond in Nederland, want we hebben toch mensen uit Ghana en Ethiopië en eigenlijk uit heel Afrika, wonen er nieuwe Nederlanders met zo'n achtergrond, dat die ook op die dag komen meepraten over macht tot verandering? Ja, we weten dat er mensen uit de Ethiopische gemeenschap komen, uit de Ghanese gemeenschap, Somalische gemeenschap. We hebben mensen uit Zuid-Afrika, uit Congo, er komen mensen uit Zimbabwe. Ivoorkust is vertegenwoordigd, Senegal is vertegenwoordigd. Het is echt een conferentie waar ook zeker het Afrikaanse geluid te horen zal zijn. Soms hoor ik wel eens een Afrikaans geluid of uit andere landen die zeggen, ja, bemoei je er niet mee, geef maar flink veel geld en dan gaan wij die veranderingen en die verbeteringen wel doorvoeren. Een beetje at arm's length. Bemoei je niet met onze nationale zaken, maar geef maar flink veel geld. Ja, je hebt de paternalistische houding, die wijzen wij af. Je hebt ook de houding van het samen doen met respect voor het eigen kunnen van de desbetreffende landen. Daarop zijn bijvoorbeeld ook de nieuwe criteria van Eveline Herfkens gebaseerd. Zo gaan we een land een democratische regering heeft en zo gaan we een land goed beleid voert op het terrein van onderwijs, op het terrein van gezondheidszorg en op het terrein van mensenrechten, kunnen die landen rechtstreeks geld krijgen van regering tot regering, zodat ze hun beleid voort kunnen zetten. Maar dat is dus eigenlijk na de hele brede aanpak van de afgelopen decennia, waarbij heel veel geld naar heel veel landen ging, wordt er dus nu meer concentratiebeleid gevoerd. In hoeverre speelt Afrika daar een rol in en bijvoorbeeld zo'n land als Mali? Nou, Afrikaanse landen, zeker de armste Afrikaanse landen, spelen daar een grote rol in. Die zitten ook in die lijst van 19 landen die nu geld krijgen van regering tot regering. Dat heet de bilaterale hulp. Mali krijgt daar ook geld uit, gelukkig, want het gaat goed met Mali. Mali is een land wat nu een democratie heeft, waar vaart wordt gemaakt met het opzetten van onderwijs en gezondheidszorg. De basisbehoeften van de mensen worden geregeld door de regering al daar. En dat betekent dat wij als Nederland met recht ook gewoon op een volwassen wijze steun geven aan Mali. Dus ik moet het eigenlijk zo interpreteren. Als je zegt macht tot verandering, dan wil je de mensen zelf daar die macht geven en aansporen om dingen te veranderen. Het is niet zo dat die macht hier in Nederland moet liggen en met de touwtjes van de portemonnee wordt beheerst. Absoluut. En het is zelfs zo dat wij met die titel van die conferentie eigenlijk ook een hand in eigen boezem steken. Wij vragen dus bijvoorbeeld ook aan de Europese gemeenschap, de Europese Unie en de parlementariërs die aanwezig zullen zijn op onze conferentie, waaronder Max van den Berg, de eurodelegatieleider van de Partij van de Arbeid in Europa, om aan te geven wat Europa nou moet doen om haar coherentie in haar beleid te verbeteren, zodat ze niet met de ene hand geven en met de andere hand nemen. Want zo is het helaas nog steeds gesteld als je kijkt naar het beleid van de Europese Unie. Ja, ik wil het niet eens over Suriname hebben daarin, maar er is nu een bananenoorlog waarbij zeg maar, de protectionistische maatregelen van bijvoorbeeld Frankrijk voor een aantal landen in Zuid-Amerika over bananen dan weer leidt tot een bijna handelsoorlog voor honderden miljoenen met Amerika. Het is voor de buitenstaander niet erg makkelijk om in te zien hoe al die belangen nou liggen. Nee. Ja, ik zou tegen de buitenstaanders in eerste instantie willen zeggen, totdat die handel eerlijk is, koop dus gewoon de eerlijke banaan van, met het stempel van Max Havelaar. Dat ten eerste. En ten tweede, het is zo dat er nog steeds op deze wijze ontzettende oneerlijke handelssituaties staan. En de Evert Vermeer Stichting is van mening dat je die dus ook af moet schaffen. Dat er gewoon echt een open, eerlijke handel moet zijn. Het is niet alleen de banaan, het is ook de tomaat in Afrika, het zijn de bloemen, het is de vis. Het zijn allemaal conflicten met Europese landen die hun eigen markt willen beschermen en wij wijzen dat sterk af. Ja. De Evert Vermeer Stichting organiseert niet alleen dit congres, maar jullie hebben ook een wekelijks televisieprogramma op Salto, hè? Dat klopt. Maandelijks, geloof ik. Dat klopt. Iedere eerste vrijdag van de maand van 9 tot 10 zenden wij een televisieprogramma uit. Gemaakt door vrijwilligers van de Evert Vermeer Stichting. En dat gaat over de Afrikaanse gemeenschap in Amsterdam. Het gaat over Afrikanen in Nederland. Het gaat over de Nederlandse politiek ten aanzien van Afrika. Het gaat over cultuur. Het gaat over werkgelegenheid. En het is een ontzettend leuk programma. En ik neem aan dat die mensen van Afrika TV op 17 april in Utrecht ook van de partij zijn. Dus de mensen die er niet naartoe kunnen dat misschien achteraf zien. Nog even een vraag. Is er een internetsite waar je iets kunt vinden over dit, deze conferentie op 17 april? Ja, wij zijn te bereiken via evs@pvda.nl. En wij zijn ook telefonisch te bereiken op 020 5512 293 5512. 293. En daar kunt u het programma op vragen en zich aanmelden om deel te nemen aan deze conferentie op zaterdag 17 april. Wat kost het? Het is een tientje voor de mensen met een smalle beurs en 25 gulden voor de mensen met een dikke portemonnee. En als je een lunch wil, kan je die voor 12,5 gulden ook krijgen. Ja, dat blijft allemaal betaalbaar. De macht. Wat was het precies? De macht? Tot verandering. De macht tot verandering op 17 april. Annemarie Hoogland, dankjewel.